We staan hier voor een heel mooi gebouw wat beschilderd is, wat vroeger van de Vrije Gemeente was en wat nu Paradiso heet. Wat is Paradiso, meneer? Paradiso, dat is de naam van het gebouw wat vroeger de Vrije Gemeente was. Ja, dankjewel. Een poos geleden is er een kleine club opgericht in de vorm van een stichting. En die stichting die exploiteert, zou je kunnen zeggen, dit gebouw. En wat doen jullie erin? In dat gebouw gebeuren een aantal verschillende dingen. Maar de bedoeling is dat het een gebouw is voor een nieuwe vrije tijdsbesteding. Ja. En die dingen die er gebeuren, die worden voor een deel georganiseerd door een aparte groep, Provadia. Ik geloof dat daar net Koos Zwartsy aankomt. Ja, misschien kan hij het vertellen. Om een programma te maken wat wij met het hele gebouw eigenlijk ook beogen. Daar komt Koos Zwart. Die vertelt even wat het is. Koos? Koos, vertel eens even wat jullie doen. In Paradiso? Ja, als Provadia. Als Provadia brengen we een gevarieerd programma. Bijeen zit een popgroep, een variété-attractie, lichteffecten, films. Nou ja, zo gek kan je niet bedenken. Ieder weekend, hè? Iedere zaterdag, ja. Organisator van Fantasio is Ruud Tegelaar. Ruud, wat onderscheidt jullie van de normale jeugdclub, zoals er velen zijn? Ja, eigenlijk alleen de sfeer en het programma en vooral het publiek wat er komt bij ons. Voor de rest is de hele doelstelling natuurlijk ook anders. Wij willen niemand verbeteren. We hebben geen merkbare pedagogische doelstellingen en dat soort toestanden. We willen gewoon dat de mensen die hier komen het plezierig vinden in de meest ruime zin van het woord. En hoe maak je dat mogelijk? Wat voor bezigheden zijn er? Wat is er te doen? Nou, het allerbelangrijkste is de sfeer. Wat er verder aan het programma gebeurt, dat is natuurlijk wel belangrijk, maar dat staat niet centraal. Het staat niet voorop. Het is geen schouwburg of een concertzaal waar het ons om gaat. Het is hoofdzakelijk een sfeer creëren waar iedereen zich ontspannen en op zijn gemak voelt. En daar is enorme belangstelling voor, hè? Hebben jullie leden? We hebben op het ogenblik zo'n 10.000 leden in de korte tijd dat we bestaan. Dus dat is toch wel niet gering. Dat is enorm. Als je nou vergelijkt met de klassieke padvinderij en jeugd en muziek en zo, die een beetje aan het afsterven zijn en die veel geld ontvangen. Hoe zit het met jullie met de subsidie? Nou, dat zit vrij slecht. Dat is een van de merkwaardige dingen op het ogenblik. Dat juist die klassieke vormen van het jeugdwerk, zal ik maar zeggen, heel behoorlijk gesubsidieerd worden. Terwijl ze allang uit de belangstelling verdwenen zijn. Terwijl wij, wat de subsidie betreft, nauwelijks aan bod komen. Omdat men het bij de overheid, bij de regering of helemaal niet ziet. Als jeugdwerk of de kat nog uit de boom wil kijken. Of het zelfs misschien wel gevaarlijk vindt wat wij doen. Juist door de groep jongeren die wij binnenkrijgen. Dat is een creatieve en zeer kritische groep die enigszins verwant is met de vroegere provo's. En het is wel een feit dat men daar vrij huiverig voor was voor deze groep. De overheid eist een hele duidelijke pedagogische doelstelling nog steeds van het jeugdwerk. En dat zien ze bij ons terecht niet zo aanwezig. Ik denk dat het daaraan ligt. Die man, hè? Martin, zeg wat. Nou, ik ben Jans Hobbelduif en ik vind het dus wel erg goed dat we op het ogenblik dus de nieuwe langsplaat van Anneke Kreunel aan het imiteren zijn. We hebben daar een nieuwe geluidsinstallatie voor aangeschaft en elk dieptepunt van de hoogheid werd gesubsidieerd gewoon. Dus de geluiden waren erg fijn gewoon. Vind je het leuk hier? Ja, maar ik kan het nou op het moment niet zo goed bekijken allemaal. Ook niet voor een microfoon. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Okay, ja. Oh ja, ik heb het erg moeilijk. Dat is... Waarom? Nou, mijn ouders begrijpen. Heel goed. Nou, mijn ouders begrijpen me ook niet, maar ik heb het toch niet moeilijk. Nou, mijn ouders, ze dronken altijd vroeger, hè. Toen ik 3 was, kwam ik al in deze gelegenheden. Wat doen jullie op school? Nee, ik werk op
op een magazijn werk ik. Ja, ik werk ook, ja. Ik ben chef van de uitzendkrachten. Van de uitzendkrachten? Ik heb een vals gebied niet gevonden, nee. Wat heb je? Hebben jullie nog steeds mijn vals gebied niet gevonden? Nee. Oh shit, hè. Kom je nou speciaal voor Pink Floyd? Ik wil wel even mijn Giro-nummer geven, als dat kan. Waarom je Giro-nummer? Nou, dan kan iemand wat storten natuurlijk. Voor je ouders? Nee, niet voor mijn ouders, voor mij natuurlijk. Maar dat geeft hij ook weer zijn ouders, want hij houdt voor zijn vader en zijn moeder. Ja. Jullie begrijpen elkaar, hè? Ja. Vier handen op één buik. Ja. Erger nog vind ik dat wij als niet meer tegengewerkt worden. Bijvoorbeeld door het feit dat wij de meest krankzinnige belastingen moeten gaan betalen. Als oppervlaktebelastingen, loonbelastingen, AOW, AWW, vermakelijkheidsbelastingen. Dat soort onzin. Buma-lasten. Alsof we een commerciële dancing zijn of een bioscoop. Of noem maar op, terwijl we doodgewoon aan iets sociaals bezig zijn.